De vuilophaal is al geruime tijd gestagneerd in verschillende districten. Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport zegt dat achterstallige betalingen hieraan ten grondslag liggen. In Brokopondo heeft de ondernemer die belast was met de dienst het werk neergelegd. DC Walden van Para heeft dienstvoertuigen ingezet om het probleem op te lossen. Het tekort aan financiële middelen, dat speelt zich. We hebben dus afgestemd met OW om eventueel in te grijpen. Want voorheen was het zo dat de DC's zelf dat van vuilophaal op zich hadden genomen. Maar nu hebben ze bijkans geen middelen. De middelen zijn niet toereikend in hun districtsfonds. Dus we zijn gesprekken. Bepaalde districten neemt OW dat van vuilophaal even over. En waar hij nog niet zo ver is, kijken we samen met de DC's hoe we dus de achterstanden kunnen inlopen. Zodat het probleem met betrekking tot vuilophaal tot het verleden kan behoren. DC Walden heeft dienstvoertuigen ingezet om het probleem op te lossen in het district Para. Het ministerie is bezig om de achterstanden in te lopen, zodat het werk weer opgepakt kan worden, zegt de bewindsvrouw.